ze nou echt aan de hand in Nederland? The bomb digging. We mark the start of an era. So listen up to what we scratch. We eigenlijk 2 jaar terug begonnen met dit project. Toen begon die hiphop net enorm weer aan een comeback van hiphop, werd het weer helemaal. De bedoeling van het Popinstituut is om de Nederlandse popmuziek in al zijn geledingen, dus van hiphop tot en met metal en van singer-songwriters tot en met wereldmuziek, te ondersteunen en te promoten, zowel in Nederland zelf als in het buitenland. Dus eigenlijk alles wat niet mainstream is, wat niet automatisch in de hitparade komt, dat is subculturen noemen ze dat. Ja, dat hoort er wat ons betreft hartstikke bij. En zeker de mainstream muziek die dus gewoon eigenlijk op eigen kracht wel succesvol kan worden en in de hitparades komt, dat hoeven wij niet eens zo erg te steunen. Dat gaat vanzelf wel. Homegrown is deel 4 van het Unsigned project. Het Unsigned project is in 1997 begonnen. En de bedoeling van het Unsigned project is dat we elk jaar een andere muziekstijl selecteren. Ik weet hele stijlen voor je aan, daar kom ik aan hoor. Ben ik al? Nee, nog niet gearriveerd, maar daar kom ik aan. Vaak in de zomer, die we droppen net als space games. Je weet het niet, ze met corona wat ik een facebase. Ik ben gewoon die nog steeds leeft. Ja, ik weet niet wat je nastreeft, denk als je topgeeft. Want ik zelf vier jaar lang, en mijn kuit is lang. Ik blijf je vermaken, gewoon zeker ter snagen. Je weet het toch, ik word de zaal met de max. Ik heb iedereen hier verbaal in mijn zak. En dit is deel 4, dit is hiphop. De bedoeling van het Unsigned project is dat jong talent in heel Nederland gespot wordt, gescout wordt. Echt de allerbeste willen we, gewoon echt een blauwdruk van een nieuwe generatie talent. En die geven wij de kans om in een professionele studio, onder professionele begeleiding, hele goede opnames te maken. Maar we zoeken per muziekstijl steeds mensen erbij waarvan bekend is dat zij gewoon de street credibility hebben. Heel erg bang eigenlijk, want als je zo'n plaat maakt, op een gegeven moment ga je beslissingen nemen. Op een gegeven moment ga je zeggen, die wel, die niet. En dan achteraf denk je, shit, ja, die had er misschien wel op moeten. Of had dat dan niet, of is er niet te veel Nederlands. Of jezus, er zijn zoveel mensen uit Rotterdam. Ja, yeah, het ging echt om nieuwe namen. En ik heb wel geprobeerd om een melange te maken, zou ik maar zeggen, van wat er bestaat. Binnen de hip-hop heb je ook natuurlijk heel veel verschillende stijlen. Onze stijl is gewoon dope shit. Ja, zeker hele stijlen, wat zeg je? Dus ik heb geprobeerd om daar ook een beeld van te geven. Je spit op gevoel, maar ziet het gevolg niet. You're one of those fake MC's, the claims to be dope, but it's not. Lachbek in de grap, ha! Waarom moet je nou dat zeggen? Het belangrijkste criterium is natuurlijk kwaliteit. Mensen moeten de beste zijn die er rondlopen. Geen platencontract hebben. NPI is er voor heel Nederland. Enige regionale spreiding was wel van belang. Je begint altijd met heel uitgebreid te zoeken van wat gebeurt er allemaal in Nederland. Dus van Groningen tot en met Limburg en van Zeeland tot en met de Achterhoek. En uiteraard in Randstad ga je gewoon doorkammen, bijna met een stofkam. Van wat gebeurt er, wie zijn er bezig. Wat is daar? Wie zit daar achter? En dat ga je steeds verder terugbrengen tot je uiteindelijk een stuk of 10 overhoudt. Wat dus echt zeg maar zo'n beetje de allerbeste zijn. En dat blijft natuurlijk een kwestie van smaak. Er zullen altijd mensen zijn die vinden dat we dingen gemist hebben. Maar goed, deze 10 geven een heel goed beeld van het grootste nieuwe talent in Nederland. Ja, we hebben gewoon het geluk dat we hier inderdaad die outsiders zijn. Ik ben nog lang niet klaar met jullie, ik sta in mijn publiek en praat vaak met jullie. Stikken, de reden van mijn rap is niet om tof te doen. Los van vorig seizoen terug om vloeistof te doen. Oké, dan, Stikken, een van de MC's van Opgezwollen.
Weet toch. Hey yo, voordat je die mic gaat afstellen, voordat ik gelijk ga afbellen, wil ik dat we geen last krijgen van afkijkende plasrappers. Uit Frico Rico, hier in het huisje. What up, Delik, producer van Opgezwollen. Ik maak de beats, ik produceer en ik ben DJ op het podium. Disan agent 8210, een van dubbel fris van de website. Er zijn vrij weinig albums echt uitgekomen de afgelopen tijd. Veel weinig nieuwe namen. Wel veel nieuwe artiesten die in eigen beheer bijvoorbeeld albums uitbrengen. Zoals Opgezwollen dat hebben gedaan, zoals VSOP dat hebben gedaan. Wat twee van mijn absolute favoriete albums zijn van het afgelopen jaar. Top secret man, top secret. Spuugding op de mic onder eigen beheer uitgebracht. Precies. Je kan ook gewoon een demootje maken van 7 nummers en een cd'tje branden en die rondbrengen. We wouden goed doen. We hebben gewoon een cd gemaakt thuis. Alles. En gewoon goed aangepakt, een mooi hoesje erbij gemaakt. 12 tracks, het is gewoon een volledig album. Weet je. Gewoon thuis opgenomen, goed gemasterd. Zorgen dat het goed klinkt en dan uitgebracht. Ja, op een gegeven moment, Paulus, die moet ook altijd even genoemd worden natuurlijk. En die kan er vanavond niet bij zijn, maar... Hij is de manager van alles, van Opgezwollen en zo. En hij doet ook onze optredens en zo. Op een gegeven moment had Kees de Koning hem gebeld. En die had... Ik weet niet, via had hij die demo van ons gehoord. En daar was hij erg over te spreken. Kom in wagen, trennen, chillen en die straat. Ga je dan met spullen en met strekkels. Puppers en met werkers. Trennen in de stad, mensen en werkers uit de werkers. Met boeren en met boeren en zwart voor het kort. Opvoed boeren en ziel zoeken de koeren. Film je of niet? Ja, oké. Reemster. We kennen elkaar nu al een tijdje. En ik produceer voor deze boys, maar echt, ik vind jou veel doper. Tweedehands MC's. Te koop. I will wrap a food now. Echt, we gaan ook de straat weer opnieuw. Ja. Kut Marokkaan ook altijd. Yo, dit is Reemster, representing onafhankelijk. We zien iedereen die steeds de hand door. Gooi je olie op het vuur of gooi je de zand door. We zien iedereen die steeds de hand door. Je weet het toch, gaat de hele verkeerde kant door. 92, 93, gewoon met Engelse teksten. En ja, toen ben ik later rond 95, 96 met Nederlands verder gegaan. Ik zie het gebeuren, mensen vechten om hun sleur. En religieuze oorlogen die van dienst en scheuren. Wil niet scheuren, denk dat het al te laat is. Neem als bewijs maar eens een kijkje hoe het op straat is. Mensen hebben geen kop op elkaar. Ook als stap gaan ze maar met een stap in elkaar. Kijk eens naar als je recht op kop op het ervaar. Hij zegt weer fuck en dat is dan weer het enige wat ze horen, weet je, van fuck. Misschien zeg ik wel iets heel positiefs van fuck racisten en weet je. En dan halen ze alleen de negatieve aspecten eruit. Dat vind ik wel jammer en daarom ben ik in het Nederlands gegaan. Dan kunnen ze gelijk zien van of het is kwaliteit of het is gewoon bagger. En dan kunnen ze gelijk een mening geven. En dat waardeer ik dan ook. Oké, we beginnen nou. De DJ spinnen nou. Reeds een drop, alweer zie je het nieuwe millennium. Langzaam, zodat iedereen me kan verstaan. Van waren waar geen zijn twee vragen die één moeten staan. Muziek en hiphop is daar geen uitzondering op. Is een vorm die mensen gebruiken in het gunstigste geval om zichzelf te uiten. Zeker muziekvormen zoals hiphop. Ja, ik bedoel, ik woon hier ook, weet je. En ik zou dom zijn als ik geen dingen gebruik die ik om me heen zie of zo natuurlijk. Want dat is ook muziek, weet je. Muziek is een, voor mij een soort van gemoedstoestand, weet je. Hier is allemaal weer een selfie aan doen. Verander je mentaliteit, doe niet alles voor de boel. Zwaar de weg, voor alle stand. Als
ik een tekst schrijf en ik heb net het nieuws gezien dat de Twin Towers gebombardeerd zijn en shit, dan zal het een wat minder blij tekst gaan zijn als ik dan, als dat die spark geeft om iets te gaan schrijven. One of those fake MC's that claims to be dope, but it's not. Your style sucks more than a dick suck of a dick slug. Keep your lips shut, cause what you doing ain't got shit to do with hip-hop. Je moet het voelen, denk ik. Dat is de bottom line van alles. Steek een vuist in je anushol. Wat vind ik daar een drol? Smeer je mavel. Pak er in de navel. Op je moeder na blijf ik toch wel het vetste. Veranders allemaal in composthoop rappers. Neppers, zie me het recht zetten nu. Spuur ik wat vuur, zie je weer het wegtrekken nu. Iemand kan wel kwalitatief heel goed rappen. Maar je moet het wel voelen, weet je. Ja. We zijn niet te verdelen. Heb eruit eens een keer om op af te komen. Reageer, ik zal je het afdelen. Kenspartaris, verdelen op ons trakteren. Nooit smeren, proberen dat je deze shit kan passeren. Yo, ga masturberen, yo, fuck. Nu al klassiek als muziek van Kraftwerk. Dat en een filosofisch schizofreen zieke vakterren. Want je ziet me wel eens s'nachts rennen langs de grasberg. Dat gaat als een lopend vuurtje tot in de stadskerk. Roddelt men over dat ik die video snoken shares aflever. Lachwekkende grap, ha! Waarom moet je nou dat zeggen? Vuile sletter, ik dacht nog, je wil vast wel iets voor vast hebben. Gaf rozen bonbons en elke dag een love letter. Voor jou dans ik zelfs met een motoriek maf zoals Delic. Zoveel wil ik nog doen, ik ben nog lang niet klaar met jullie. Ik sta in mijn publiek en praat vaak met jullie. Stikken, de reden van mijn rap is niet om tof te doen. Los van vorig seizoen, terug om vloeistof te doen. En ik heb jullie in de smiezen, steezen. Vieze lyrics barsten, gasten verliezen. Ik zie ze quoten, kopieën maken van mijn schema's. Maar daarom maakten we die joint, daar wou je heen gaan. Je bent op elkaar ingespeeld, dat is het. Yo, what's up, this is DJ Doe. Hij hoort een tekst, hij weet van, de tekst gaat over data surveillance. Die laatste die we toen. En hij komt met een ding over de toekomst, weet je. De mens blijft werken aan een nieuwe toekomst. En die scratcht die dan, weet je. En dat past weer in het concept van data surveillance, weet je. Ik hoor een beat, ik hoor een lyric. Ik denk, ah, het is allemaal scratch, past erbij, weet je. Die shit gaat er gewoon bij pompen. Dat vloeit gewoon in elkaar alsof het één is, weet je. Zijn jullie klaar voor wat hele shit? Ja! Het zijn die dingen waarom we doen, weet je. Is nog extra next level shit. Deze ga ik niet begrijpen, al. Iedereen heeft zijn nummer in de computer, dit ontneemt kansen. Verschillende bedrijven staan te gaan in staking. Ik overdrijf niet, geen privacy door videobewaking. Zo proberen we tracks te maken, dat is het gewoon. Dat is ook denk ik waarom we ook bij elkaar nog chillen. Omdat iedereen nog, ja, we zijn een beetje op dezelfde golflengte, wat ik al zei. We voelen elkaar een beetje aan op een gegeven moment. We zijn al jaren bezig met klonen en genetische manipulatie. Breng het alleen nu pas ter publicatie. Ze deden al proeven met tweelingen. Zelfs corporaties als de NIVM, organisaties met DNA-registraties van haar en hem. Net als Frankrijk en Duitsland gaat Nederland nu ook gewoon de Europese hip-hop heel duidelijk tonen. Waardoor Amerika gewoon geduchte concurrentie gaat krijgen van deze kant van de oceaan. We bouwen een soort van take-over ding. Snap wat ik bedoel? Je hebt mensen die maken hip-hop om mensen te laten dansen. Je hebt mensen die maken hip-hop omdat ze iets willen zeggen. Je hebt mensen die maken hip-hop omdat ze alleen willen rijmen. En ja, voor mijn gevoel is er nu een beetje iets van één soort flavor, weet je. En ik denk dat we wel bij kunnen dragen dat mensen op een gegeven moment straks gaan kunnen kiezen. Als wij wat meer naar voren gaan komen, dat ze weten van hé, dat is er ook, weet je. Omdat het in het Nederlands is. Mensen verstaan je gelijk. Ik kan niet met onzin gaan komen, want ze horen gelijk dat het onzin is, weet je. Horen jullie me goed in de zaal? Wil ik dat jullie allemaal bakwijd worden op deze, oké? Deze is voor die krekers, graffiti schrijvers, DJ's. MC's die knijpen, representen nog al die elementen. Hip-hop komt van de straat, zeg het vaak tegen de mensen. Ik kan wel met hele moeilijke hip-hop slang proberen iets uit te leggen, maar je kan er donder op zeggen dat bij buurman niet gaat begrijpen waar ik het over heb, weet je. En het zou leuk zijn om mijn buurman ook mee te nemen. Ja, die kerel heeft wel gelijk, man. Hoe klein dat hij is. Verborgen talenten, zullen nog vaak verborgen blijven. Fuck gisteren, we kunnen beter naar morgen kijken. Meeste artiesten worden pas gewaardeerd als ze dom zijn. Terwijl velen met de drums bezig zijn. Vanaf het school blijft zodat ze groot zijn. En wie supporten we nee op pijn. Het leven van een artiest betekent de eerste paar jaar groot zijn. Hip-hop is gewoon ja, hetzelfde als politiek in principe. Weet je. Politiek is niet alleen maar saaie mensen in grijze pakken. Weet je. Politiek is ook hoe wij bezig zijn en dingen uitlichten.
hoe het ook bijvoorbeeld kan. Als ze te vaak horen dat ze dood zijn, willen ze de ster van de show zijn. Stellen uit voor een kruid, maar ze pokken het op. Met de bitches in je club, dan hebben ze wat op de klas. Je ziet dingen om je heen gebeuren, je maakt zelf dingen mee, je leest over dingen, wat er gebeurt. En ja, ik denk niet dat iedereen het met alles eens is wat er in het nieuws komt of wat je in de krant leest. Soms ook wel. En ja, dat kun je allemaal gebruiken, weet je. En als mensen er naar me toe komen, ja, waarom zit je nou in een politiek programma? Dat is toch geen hiphop? Natuurlijk is het hiphop. Want ik heb de beat gemaakt, weet je, en ik heb de tekst gemaakt. En ik weet wat ik zelf zou willen horen als hiphop luisteraar. Want ik maak niet alleen hiphop, ik luister ook hiphop, weet je. En niet alleen hiphop, ik ben niet zo eenzijdig. Ik luister ook reggae en funk en soul, alle shit, weet je. Wat ik voel. We zijn met deze groepen zijn we het hele land doorgegaan. We hebben, ik geloof, iets van een kleine 20 optredens gedaan. Ook weer door het hele land in clubs. Ja, dan ga je naar een stad als Groningen. En dan wist ik niet wat ons te wachten stond. Nou ja, ik ben nooit echt in Groningen gaan checken of zo te zien was. En ja, het bleek dat die gasten daar beter kunnen feesten dan hier. Hier in het oosten is het toch wat... allemaal wat milder en zo. Daar wordt alleen maar de head gebokt. In Rotterdam werd aan shirt getrokken en zo, weet je, mensen helemaal gek. Ja, ik weet het, misschien is het omdat er niet veel gebeurt en als er dan wat gebeurt, dat iedereen echt to the fullest represent gewoon, weet je. En dat is misschien wel een goed ding. Dus pas nu dat ik die interviews krijg en zo, merk ik pas van, oh, waar ben ik mee bezig? Waar zijn wij mee bezig, weet je? Want daarvoor deden we gewoon ons ding. En nu worden de vragen gesteld, zodat wij moeten gaan nadenken van, oh ja, waar zijn we eigenlijk mee bezig, weet je wel? Iedereen heeft een plek gekregen en hoe iedereen zijn spotlight verder invult en wat hij daar verder mee doet, dat is aan de individuen zelf. Ja, op een gegeven moment moet je een ding, moet je een initiatief voor jezelf gaan nemen, wat, hoe je het best uit de verf gaat komen. Kijk, je kan wel je dingen laten beschimmelen op een zolderkamer, maar ik bedoel, je maakt muziek natuurlijk om het mensen te laten horen, dat zal wel het leukste zijn. Naast samenstellen van Homegrown heb ik ook een klein hip-hop labeltje via Virgin, waar Reemster op getekend is. Waarom Reemster? Omdat ik Reemster een hele goede artiest vind. En vond dat hij goede nummers maakt, professionele instellingen heeft, live goed is en denk ik iets toevoegt en iets te vertellen heeft. Ik denk dat we nu een jaar verder kunnen zeggen dat iedereen onwaarschijnlijk veel beter is geworden. Ook omdat ze gewoon heel veel op het podium hebben gestaan, omdat ze heel veel interviews hebben moeten geven. Omdat ze gewoon in een professionele studio zijn geweest, omdat ze in de picture staan. En de eerste groepen van de plaat zijn inmiddels inderdaad dus nu getekend door platenmaatschappijen. Het Homegrown project is een tof initiatief geweest om iedereen naar voren te brengen en te laten zien dat Nederlandstalig of ook Engelstalig trouwens staat er ook op. In ieder geval hip-hop van Nederlandse bodem, laten we het zomaar even labelen. Hip-hop van Nederlandse bodem, dat het gewoon gegroeid is in een korte tijd, zeg maar. 40.000 man in de arena, dat wil ik hebben over hip-hop. Down with 360 degrees, spinning it all around like the turntables. Peace. Is er nou echt aan de hand in Nederland? The bomb digging. We mark the start of an era. So listen up to what we crack. We rock.